السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار. Ten eerste wil ik mijn broeder, geliefde broeder Zakaria, hartelijk bedanken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem rijkelijk belonen voor zijn prachtige stem, prachtige recitatie. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze plaatsen op jouw weegschaal van hasanat. Amin, amin. Beste broeders en zusters, ik wil het vandaag hebben over de hoofdzaak, over het allerbelangrijkste. Ik wil het hebben over de zuurstof van de moslim. Ik wil het gaan hebben over de ruggengraat. Ik wil het gaan hebben over de pilaar, namelijk het gebed. Het einde van Ramadan is in zicht. En dat betekent helaas vaak dat na Ramadan dat we weer gaan slapen. Dat betekent dat we na Ramadan weer gaan terugkruipen in onze bunker. Dat betekent vaak dat wij genoeg hebben van die zuurstof. Dat betekent dat wij onze pilaar gaan slopen. Dat betekent dat we onze ruggengraat krom gaan maken. Ik heb het over het gebed, beste broeders en zusters. Helaas, en ik richt mijn woord voornamelijk aan de jongeren. Vandaag de dag gaan de jongeren te laks om met het gebed. En als zij zouden weten wat de waarde is van dit gebed, dan zouden ze het nooit loslaten. Als zij zouden weten dat het gebed voor hun zuurstof is, dan zouden ze niet zonder het gebed kunnen leven. Dit is jouw leven. Het gebed is jouw leven. Het gebed zegt iets over jouw waarde bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het gebed vertelt jou en anderen wat jouw positie is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zei Al-Hassan al-Basri: "Ida aratta an ta'rifa qadraka 'inda Allah, fa'ndur ila qadri s-salati 'indak." Wil jij oprecht weten wat jouw positie is bij jouw Heer, bij Allah subhanahu wa ta'ala? Ben jij benieuwd om te weten wat jouw ware positie en waarde is bij jouw Heer, bij Allah subhanahu wa ta'ala? Kijk dan naar de positie van het gebed bij jou. Wat stelt het gebed voor bij jou? Wat voor waarde hecht jij aan het gebed? Dat vertelt, hoe meer jij waarde hecht aan het gebed, hoe hoger jouw positie is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Vasthouden aan het gebed betekent vasthouden aan het geloof. Waken over jouw gebeden betekent waken over jouw geloof. Over dit prachtig geloof die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft uitgekozen. Allah subhanahu wa ta'ala accepteert geen ander geloof dan de islam. Omdat het prachtig is. Omdat de islam zoet is. Het brengt je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala. En is er een islam zonder gebed? Is er een islam zonder gebed, zonder de pilaar? Wat zou er gebeuren met deze moskee als wij aan de pilaren van de moskee zouden werken? Als we deze pilaren zouden slopen, wat gebeurt er met deze moskee? Die stort in. Zo ook jouw geloof zal instorten. Zal dreigen je in te storten als jij niet bidt. Omar radiyallahu ta'ala anhu zegt: "Man hafada 'alayha hafada 'ala dinihi." Wie hier over waakt, over het gebed waakt, waakt automatisch over zijn geloof. "Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya." En wie het gebed verwaarloost, is in staat om eerder de rest van de verplichtingen te verwaarlozen. Dat betekent dat het gebed voor jou de graadmeter is. Het is de graadmeter van de rest van de verplichtingen.
Heb jij ooit iemand gezien die 5 keer per dag bidt en niet vast? Deze persoon ben ik nog niet tegengekomen. Iemand die vasthoudt aan het gebed en niet vast, bestaat niet. Bestaat niet. Dat kan niet dat je vasthoudt aan het gebed en niet vast. En geen zakka geeft en geen hajj verricht. Waarom? Is de graadmeter. Is de maatstaf. Het gebed zegt iets over jouw houding ten opzichte van de andere verplichtingen. Maar andersom hebben we mensen meegemaakt. Zien we mensen die wel vasten en niet bidden? Ja. Mensen die vasthouden aan de Ramadan, maar niet bidden. Die bestaan. Waarom? Het vasten is niet de graadmeter. Het is niet jouw maatstaf. Hoewel het vasten een rokken is, een fundament is van onze geloof. Maar subhanallah zie je dat mensen, omdat ze het gebed verwaarlozen. Omdat ze denken dat vasten het belangrijkste, allerbelangrijkste, belangrijker dan het gebed. Gaan ze laks om met het gebed en houden ze vast aan het vasten. Er is geen beter geluk dan het gebed. Het geluk van de profeet sallallahu alaihi wasallam bevond zich in het gebed. Zijn rust zocht hij in het gebed. Zijn innerlijke rust vond hij in het gebed als hij bad, alayhi salatu wassalam. Zijn blijdschap is afhankelijk van het gebed. En als hij zijn metgezellen zag bidden, was hij blij, alayhi salatu wassalam. Zoals jullie weten, de profeet sallallahu alayhi wasallam, toen hij in zijn laatste dagen van zijn leven ziek werd, voordat hij doodging, sallallahu alayhi wasallam, en mogen Allah ons verzamelen met onze geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam in het paradijs. Amin. Zijn laatste dagen kon hij het gebed niet meer leiden voor de moslim, voor de sahaba. Dus heeft hij Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, aangesteld als vervanger, vervangende imam, in plaats van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr begon het gebed te leiden 3 dagen lang. Op een maandag, het is fajr gebed. De moslims staan klaar om te bidden. En wie is de imam? Nog steeds Abu Bakr radiallahu ta'ala an. En waar is de profeet sallallahu alayhi wasallam? De profeet sallallahu alayhi wasallam ligt op bed, ziek. Door de hevige koorts. De pijn die hij had is evenveel als de pijn die 2 mannen ervaren. Zo pijn leed hij, alayhi salatu wassalam. Hij lag plat op het bed. Maar tijdens het fajrgebed stond hij op. Hij stond op en liep naar zijn gordijn. Zoals jullie weten, zijn kamer, zijn huis van Aisha, was naast de moskee. Hij hoefde alleen maar gordijn omhoog te doen en hij kon kijken naar de moskee. Hij deed het gordijn omhoog en begon te kijken naar de moslims. Rawi, de overleveraar, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, een van de aanwezigen. Hij zegt, wallahi, ik keek naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. En zijn gezicht leek op waraqat mushaf, leek op een blad van een mushaf. En Nawawi zegt hierover, over deze vergelijking van het gezicht van de profeet sallallahu alayhi wasallam met een blad van een mushaf. Dat betekent, zijn gezicht straalde licht uit. Zijn gezicht schitterde door de blijdschap, door de grote blijdschap, door de glimlach, de grote glimlach op zijn gezicht. Leek hij op een waraqat al-mushaf. Zo zuiver was zijn gezicht. Waarom was hij blij, alayhi salatu wassalam? Hij was blij om te zien dat de moslims aan het bidden waren. Hij kon zijn geluk niet op dat de moslims vasthouden aan het gebed en achter hun imam Abu Bakr radiallahu ta'ala het gebed gezamenlijk aan het verrichten zijn. Anas radiallahu anhu zegt, we waren bijna verleid om uit het gebed te stappen. Vanwege die blijdschap van de profeet, dachten ze, de profeet is opgeknapt, is beter geworden en hij gaat dus nu het gebed voortzetten. Hij gaat het gebed leiden. Wat deed Abu Bakr? Abu Bakr liep naar achteren, stapte naar achteren en dacht dat de profeet het gebed zou leiden. Waarna de profeet gebaarde van, blijf op jouw plaats, Abu Bakr. Want dat was het laatste moment, het laatste contact met de sahaba. Hij ging terug, deed de gordijn omlaag en ging natuurlijk op de schoot van Aisha liggen. En tijdens het voorstellen met de dood
Dat waren de laatste momenten van de profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij ligt op de schoot van Aisha. En de doodsgorgel bezig is. En hij voorstelt met de dood, met sakarat al-maut. Zegt hij, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Krachteloos, alayhi salatu wassalam. Zo zwak als hij was. Tijdens het worstelen met de dood, zegt hij, as-salah, as-salah, as-salah. Het gebed, het gebed, het gebed. Zo waard is het gebed bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Kun je je voorstellen dat jij te maken hebt met jouw laatste momenten van je leven. En jij wil het allerbelangrijkste nu uitspreken. Wat zou je uitspreken? Wat zou je uitspreken op dat moment? De profeet sallallahu alayhi wasallam, voor hem was de salah het allerbelangrijkste. Adviseren. Zijn umma adviseren om vast te houden aan het gebed. Maakt niet uit wat er gebeurt met jou. Je dient altijd te bidden. De enige verplichting die geen enkele excuus kent. Ziek of niet ziek, je bidt. Je kan niet staan, je bidt zittend. Je kan niet zittend bidden, je bidt liggend. Je kan niks bewegen, je bidt met je ogen. Je bidt met je ogen, knipperen met je ogen, zeggen de geleerden. Kan je niet knipperen met je ogen, met je hart. Maar niet bidden is geen optie. Is geen mogelijkheid. In tegenstelling tot de rest van de verplichtingen. Zakat, als je arm bent, ben je niet verplicht om zakat te geven. Als jij een nisab niet hebt, de enorm bedrag niet hebt, hoef je niet zakat te geven. Het vaste, als je ziek bent, mag je inhalen. En als jij chronisch ziek bent, een ouderdom hebt bereikt, hoef je helemaal niet te vasten. In plaats daarvan geef je fidya. En sommigen zeggen zelfs, fidya is niet verplicht. Subhanallah. En al-hajj. Al-hajj ook, als je ziek bent, ben je niet verplicht om al-hajj te verrichten. Ben je arm? Kan je het ticket je niet veroorloven om de hajj te betalen? Ben je ook niet verplicht. Salah? Altijd verplicht. Reis? Verplicht. Op vakantie? Verplicht. Lig je op bed? Verplicht. Ziek? Ziekenhuis? Verplicht. Tijdens werk? Ben je verplicht. Op school? Verplicht. Is er geen excuus om niet te bidden? Nee. Nee, wacht even. Er is een excuus. Namelijk al-junoon. Al-mijnoon. Al-mijnoon, hoe alleen maar kisallis. De krankzinnige. Als jij mijnoon bent, krankzinnig bent, dan ben je absoluut niet verplicht om te bidden. En nog één. Er is nog één persoon die niet bidt. En dat is een vrouw in haar maandperiode. Een maandperiode. Die hoeft ook niet te bidden. Menstruerende vrouw hoeft niet te bidden. De vraag is, tot welke groep behoor jij? Tot een mijnoonin of tot een vrouw in haar periode? Waarom bid je niet? Waarom bid je niet? Het is je leven. Je leven hangt er vanaf. Het leven hier in dit leven. En het hiernamaals. Geen excuus voor het gebed. En vandaar dat de profeet sallallahu alaihi wasallam erop hamerde. Kijk maar straks naar Eid. De eerste dag naar Eid. Lopen de moskeeën leeg. Ik kan misschien begrijpen. Familiebezoek en dergelijke. En na 3 dagen, een week. Hoe is het met onze gebeden? Bestaat Allah niet meer? Bestaat de Heer die wij aanbaden tijdens Ramadan, bestaat Hij niet meer? Hoe is het gesteld? Willen we weten hoe het met ons gesteld is? Laten we kijken naar 2 tijdstippen van de dag. Maar 2 tijdstippen. Hoe laat is het Fajr nu? Welke tijd is het Fajr? 4 uur, hè? Laten we 4 uur aanhouden. Kijk naar onze toestand thuis om 4 uur en naar onze toestand om 7 uur. Vergelijk deze 2 momenten, deze 2 tijdstippen. Om 4 uur lijken onze huizen op begraafplaatsen. Het is muisstil. Het is een begraafplaats. Alsof wij dood zijn. En wat gebeurt er om 7 uur? Deze begraafplaatsen veranderen in een trainingskamp. Het is een trainingskamp. Het hele huis is rep en roer. Ouders, vader, moeder, kinderen, dochters, zonen, iedereen staat op. Netjes op tijd, de wekker zijn ingesteld. De boterhammen worden gesmeerd. En iedereen rent naar de douche. En iedereen gaat zijn behoefte doen in de wc. En iedereen is aan het omkleden. Het hele huis staat op zijn kop. Het is werkelijk een trainingskamp geworden. Terwijl het om 4 uur, 3 uur geleden een begraafplaats was. Dit is onze toestand. Dit is onze toestand.
الفجر. الفجر het beste gebed. Het fajrgebed. Waarom staan wij op om 7 uur? Voor het dunya. Het dunya waarnaar wij hunkeren, snakken. Het dunya. Het dunya stelt niks voor bij Allah subhanahu wa ta'ala. Is nog geen vleugel van een mug waard bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zoveel moeite doen wij voor het dunya. Zelfs ten koste van het fajrgebed. Zelfs ten koste van het belangrijkste gebed. Het fajrgebed. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen tegen afdwaling. Amin, amin. Wat zegt Allah subhanahu, wat zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam over het fajrgebed? De waarde van het fajrgebed. Dan heb ik het niet over het verplicht gebed. Ik heb het over die twee raka'at nafila ervoor. Het sunnah. Raka'atay al-fajr. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Wil je dunya? Jij krijgt datgene wat beter dan dunya is en wat er allemaal op dunya is te vinden. Die twee nafila gebeden. Die twee raka'at die jij bidt in 5 minuten of nog niet eens. Ze zijn nog niet eens verplicht. Bij Allah zijn ze beter dan de dunya en alles wat op de dunya in dunya te vinden is. Beter dan die X6. Dan die Ferrari, dan dat huis, een mooie huis, dan die salaris van jou van 3.000, 4.000, 8.000, beter. En wat te denken van het verplicht gebed. Als het vrijwillig gebed beter is dan de hele dunya en wat daarin zit, wat te denken is van het verplicht gebed. El Fajr gebed. Wat te denken daarvan? Zoveel moeite doen wij voor het dunya, terwijl iets beters dan de dunya verwaarloosd wordt. Beter dan de dunya. En dan vragen we ons af waarom onze tijd, onze gezin, onze kinderen, onze bezittingen niet gezegend zijn. Vind je het gek? Dat er geen zegeningen te vinden zijn omdat we zo omgaan met het gebed. Omdat we het gebed verwaarlozen, onze pilaar, onze ruggengraat is verwaarloosd. En dan ermee omgaan alsof er helemaal niks aan de hand. Een persoon die bidt pas naar shuruq, naar zonsopgaan en dan is er helemaal niks aan de hand. En dat is pas erg. Dat je besef hebt dat je een grote zonde aan het begaan bent, dat maakt de zaak enigszins een beetje licht. Maar dat jij niet geraakt wordt en daarmee niet zit, dat jij pas naar shuruq bidt, dat is pas erg. Dat is werkelijk erg. Onze voorbeelden. Wie zijn onze voorbeelden? De metgezellen, de sahaba, het tabi'in, onze vrome voorgangers. Laten we kijken hoe zij omgingen met het gebed. Wat voor grote waarde hechten zij aan het gebed? Wat betekende het gebed in hun leven? Omdat ze weten wat het belang is van het gebed. En ook weten ze heel goed wat het gevaar is van laks omgaan met het gebed. En daarom hielden zij vast aan het gebed. Ik wil jullie graag meenemen naar de laatste momenten van het leven van Omar al-Farouq radiyallahu ta'ala an. Omar al-Farouq, zoals jullie weten, is vermoord door Abu Lu'lu al-Majusi. Deze vuuraanbidder had een plan om Omar te doden vanwege zijn haat tegen Omar, die destijds al-Khalifa was, de moslimleider. Hij trof voorbereidingen een maand lang, want hij was Najjar, hij was timmerman die in de staat van de moslims werkte. Dus hij mocht werken. Kijk zijn dank. Kijk zijn dank. Hij mocht werken. Ja, onder leiding van Omar radiyallahu anhu. Hij was een timmerman, hij was bedreven persoon, een vakpersoon. En daarom mocht hij daar werken in Medina. Het was in Medina. Dus hij had een plan om Omar te doden. Voorbereidingen, een dok die hij had. En wat voor dok? Met twee scherpe uiteindes bereidde hij voor. En dat was zijn wapen om daarmee Omar te doden. Wat deed hij? En waar zal hij Omar doden? In de moskee van de profeet sallallahu alaihi wasallam in Masjid al-Nabawi, waar Omar de imam is. Het is een fajrgebed wederom. En dit zijn de lafarts altijd. Lafarts die durven niet, ja, de confrontatie aan te gaan. Die verstoppen zich altijd. Dat zijn de lafaards. Dus hij verstopt zich in de moskee.
En zoals jullie weten, destijds hadden we niet verlichting net als nu grote lampen. Je had hier en daar olielampjes, maar het was nogal donker. En daarom kon hij zich makkelijk verstoppen. Het is een Fajr gebed. Omar doet takbir al-ihram. Zoals een overlevering begon hij met Surat Yusuf te reciteren. En opeens in mihrab verscheen deze haatdragende persoon, Abu Lu'lu al-Majusi. Alayhi min Allahi ma yastahiq. Begon hij te steken op Omar. Hier, op zijn schouders, op zijn borst en op zijn buik. 6 keer heeft hij gestoken. De sahaba achter hem hadden niks door, tot nu toe. Omar gaat naar de sujud. Hij schreeuwt dit niet uit. Gaat naar de sujud. Blijft lang op sujud. De sahaba die achter hem baden, onder andere Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma en Abdurrahman ibn Auf. Baden vlak eerste rij. Diegene die achter, die hadden helemaal niks door. Het duurde Abdullah ibn Abbas te lang, die sujud. Wat doet hij? Hij heeft zijn hoofd omhoog en ziet daar allemaal bloed stromen op de grond. Allemaal bloed. Toen stond Omar radiyallahu anhu op. Wat deed hij? Subhanallah. Dit is een aanslag, beste broeder. Dit is paniek aanval. Wat doet Omar? Het gebed staken? Nee. Dat gaat niet door. Staken gaat niet door. Dat is geen optie. Hij schuift Abdurrahman ibn Auf naar voren in zijn plaats. Het gebed gaat nog steeds door. Wat als het vandaag de dag zou gebeuren in een van de moskeeën? Wij zijn allemaal de eerste die weglopen. Weg, de imam is de eerste misschien. Kijk Omar. Omar die schuift Abdurrahman ibn Auf naar voren. En Omar is helemaal onder bloed. Abdullah ibn Omar, zijn zoon, hij zegt, probeerde mijn hand te leggen op zijn buik. Mijn hand verdween in zijn buik. Door de diepe wond. Bloed. Maar hij schuift Abdurrahman naar voren om het gebed alsnog voor te zetten. Wat gebeurt er daarna? Omar radiyallahu anhu wordt weggedragen naar huis. Lichthuis. Tot nu heeft Omar al-Fajr gebed nog niet gebeden. Terwijl de overigens hebben gebeden. Uiteindelijk, Abu Lu'lu, wat is gebed met Abu Lu'lu en Majusi? Die rende weg, die wilde vluchten, maar de uitgang is daar achter. Dus hij moest door de rijen van de moslims, moest hij. Dus begon hij, iedereen die hij tegenkwam, begon hij te steken. Uiteindelijk heeft hij 13 sahaba gestoken, waarvan 7 stierven. Ter plekke, 7. Maar uiteindelijk is hij overmand door een sahaba. Door een mantel, iemand gooide een mantel over hem. En uiteindelijk toen hij zag dat het zijn einde was, heeft hij zelfmoord gepleegd. Hij heeft zichzelf gedood, Abu Lu'lu al-Majusi. Omar wordt weggedragen in zijn huis. Mensen praten tegen Omar, Omar reageert niet. Mensen proberen van alles, Omar reageert niet. Een van de sahaben kwam binnen, hij zegt, ik weet waardoor Omar zich kan ontwaken. Hij was bewusteloos. Hij lag bewusteloos op bed. Hij zegt, ik weet iets wat Omar wakker kan maken. Hij zegt, noem het gebed. Noem het gebed. Zeg het gebed, Omar. Zei dat gebed. En Omar kwam bij bewustzijn. Omar kwam bij bewustzijn. Wat denken jullie dat Omar nu gaat vragen? Wie heeft dit gedaan? Hij kijkt overal bloed, allemaal wonden. Wat denken jullie dat Omar nu de eerste vraag die hij zou stellen? Nadat hij bij bewustzijn is geworden. Hij zegt, Asallan nas. Hebben de mensen al gebeden? Deze vraag heeft hij niet van een vreemde. Deze vraag heeft hij van zijn opvoeder. Deze vraag, deze houding, heeft hij van zijn leraar, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zo ook Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, na 3 keer bewusteloos te worden. En dat hij steeds als hij bijkwam en bij bewustzijn werd, de eerste vraag die de profeet sallallahu alayhi wa sallam stelde, Asallan nas. Hebben de mensen gebeden? Dit is jouw zorg. Dit is de zorg van de moslims. Het gebed. Het gebed. Ze weten wat de waarde is van het gebed. Zelfs in zo'n moment. Zelfs het laatste moment van je leven. Zorg voor het gebed. Asallan nas, hebben de mensen gebeden? Omar heeft tot nu toe heeft hij niet gebeden. Al-Fajr. Wat zegt hij? Hij zegt tegen zijn zoon Abdullah. Breng water. Om wat te doen? Om wudu te doen. Hij doet het wudu en alsnog bad hij daarna het Fajr gebed. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka thabat. Allahumma ya muqallib al-qulub. Thabit qulubana hatta al-mamat. Zelfs in zo'n moment bidt Omar radiyallahu. En vlak daarna is Omar overleden. Radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ajma'na ma'a Omar. Wa ma'a jami'i sahaba.
Dit is de houding van een moslim ten opzichte van het meest waardevolle bezit. Het gebed. Het gebed, het gebed. Maar beste broeders en zussen, vragen wij ons niet af, hoe komt dat? Dat zij zo zorgzaam waren, zo zuinig waren op het gebed. Dat ze zo vaak over het gebed. Niet alleen omdat zij wisten wat de hoge waarde, de grote waarde van het gebed. Maar ze wisten ook wat het gevaar was om niet op tijd te bidden. Niet op tijd bidden was al gevaarlijk genoeg. Waarom? Ze lazen Surat al-Ma'un. Ze lazen Surat al-Ma'un. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daar in de Surat al-Ma'un? Wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o wee, diegenen die bidden. Ze bidden, weliswaar. Maar ze zijn onachtzaam over hun gebeden. Ahlu tafsir, de mufassiroen, zeggen over dit vers. Dat zijn diegenen die het gebed uitstellen totdat haar tijd is verstreken. Dus ze bidden pas nadat de tijd van het gebed voorbij is. Na het shuruq wordt er een fajr gebeden. Wailun lil musallin. Wailun lil musallin. Wailun, o wee, diegenen die bidden. Na de tijd verstreken is van het gebed. En dit is voor iemand die wil bidt, maar dan laat. En wat te denken van iemand die helemaal niet bidt. Helemaal niet bidt. Ze wisten wat het gevaar was. Ze wisten wat het gevaar was. Ze lazen ook het vers in Surat Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاعُ الصَّلَاةَ فَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. En vervolgens werden zij opgevolgd. Wie? De profeten. Nadat Allah subhanahu wa ta'ala verhalen van profeten heeft vermeld in Surat Maryam, zegt Allah subhanahu wa ta'ala فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Na hen volgden generaties op die hun gebed verwaarloosden. Generaties na de profeten die laks omgaan met de gebeden. Een van die generaties, deze generatie. Die laks omgaat met het gebed. En in de plaats daarvan zijn ze hun begeertes gaan volgen. Hun lusten gaan volgen. Zij zijn slaven van hun lusten geworden. In plaats van slaaf te zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je slaaf bent van je lusten en van jouw begeertes, dan ga je geheid het gebed verwaarlozen. Maar daarentegen, als jij vasthoudt aan het gebed, zul je niet een slaaf worden van jouw lusten. Waarom? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Want het gebed die Allah wenst, niet onze gebeden die wij bidden in alle haast, in snelheid, in tempo. Nee, was inna salah, as salah met alif ul lam, mu'arrafa. Dat betekent de salah die Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Weerhoudt van verdorvenheden en al het verwerpelijke. Weerhoudt jou van de zondes. Weerhoudt jou van het slechte gedrag. Weerhoudt jou van gierigheid, van liegen, van roddelen, van het zina. Wal-iyadu billah. Het gebed, als je vasthoudt aan het gebed. Ze wisten wat het gevaar was van niet bidden. Van laks omgaan met het gebed. Ze wisten dat om laks omgaan met het gebed een van de kenmerken is van de hypocrieten van de munafiqun wa al-iyadu billah. Een van de grote kenmerken van de munafiqun destijds, die eigenlijk van binnen ongelovig waren en zich voordeden als moslims, dat waren munafiqun, deden mee met gebeden, weliswaar gezamenlijk achter de profeet sallallahu alaihi wasallam bidden, maar hoe gingen zij om met het gebed? Allah subhanahu wa ta'ala heeft hen ontmaskerd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de hypocrieten, al munafiqun, hun ware aard laten zien in de Koran. En de munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Waarlijk, die hypocrieten proberen Allah te bedriegen. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala hun bedrieger is. Wat doen ze? Wa idha qamu ila salati qamu kusala. En als zij moeten opstaan voor het gebed, dan staan ze lui op. Lui, geen zin. Waarom? Er is geen overtuiging. Er is geen liefde voor het gebed. Het moet maar. Het moet maar. Ida qamu qamu kusala. Kenmerk nummer 1. Wat is kenmerk nummer 2? Yura'un an-nas. Ze lopen te kijken. Ze laten zien dat ze aan het bidden. Dat betekent, ze bidden niet zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ria. Dat is 2. Wat is de derde? Wa la yadkuruna Allah illa qalila. En ze gedenken Allah maar weinig. Ze gedenken Allah. Maar weinig is een kenmerk van de munafiqun wal-iyadu billah. En ook iemand die snel bidt. En het afraffelt. En snel zijn, het moet in hoge tempo. Denk je dat hij, Allah subhanahu wa ta'ala, veelvuldig gaat gedenken? Natuurlijk,
Je neemt geen tijd om Allah te gedenken. Zo ook zij. Ze baden, maar laks. Het moet snel. Dus ze hadden geen tijd om Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig te gedenken. Ik zeg je eerlijk, beste broeders. Ik schrik. Persoonlijk is ik schrik als ik dit vers hoor. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا. Waarom? Wallah, ik ben bang dat ik behoor tot deze mensen. Dat ik behoor tot de mensen die Allah maar weinig gedenken. Mensen die maar geen tijd geven in hun gebed. Wallahi, dit is schrikbarend. Schrikbarend. Vraag jezelf. Vraag jezelf. Stel jezelf de vraag. Tot welke groep behoren? Kijk naar jouw eigen toestand. Hoe vaak gedenk jij Allah subhanahu wa ta'ala? Ben jij niet bang dat jij lijkt op deze munafiqoon? Die Allah subhanahu wa ta'ala maar weinig gedenken? En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over Allah subhanahu wa ta'ala? De profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft hun manier van bidden. Tilka salatul munafiq. Hij verwijst sallallahu alayhi wa sallam naar salat al-asr. Hoe zij omgaan met salat al-asr. Wat doen ze? يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا فلا يذكر الله فيها إلا قليلا. Hij wacht totdat de zon geel wordt. Totdat de zon ter hoogte van de horens van de shaitaan is. Dat betekent, hij wacht, de munafiq, wacht met het bidden van de asr totdat de maghrib nadert. Het is, maghrib is nog niet voorbij. Hij wacht totdat de zon geel wordt. Geelachtig, de gele kleur. Zoals jullie weten, als het geel, boven het dor is het heel fel en wit. Maar als de zon een maghrib nadert, dan wordt hij geel. Dus ze stellen al asr uit tot vlakbij het maghrib. Ze bidden. Wat doen ze? Dan staan ze op om te bidden, zogenaamd. Maar wat zegt de profeet? Qama fa naqaraha arba'an. Hij staat op om het vervolgens te pikken. Zodanig te bidden alsof hij pikt, zoals een kip zijn voedsel pikt. En hoe pikt een kip zijn voedsel? Zo, tik, 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 tik. Dat was het. Zo gaat hij ook met het gebed, deze munafiq, wal-iyadu billah. Mogen Allah ons behoeden voor het nifaq. Allahumma sallimna min al-nifaq. Zo ook. Vervolgens zegt de profeet, wa la yadhkuru Allah fiha illa qalila. Omdat hij zo bidt, tik, 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 heeft hij natuurlijk geen tijd om Allah veelvuldig te gedenken. Maar weinig. Hij maar weinig. Waarom? Het gebed is niet zo'n grote zorg. Hij doet het waarom? Om te laten zien. Er is geen overtuiging, geen geloof, geen smaak. Hij proeft die zoetheid van het gebed niet. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dat proefde. Zoals de sahaba dat proefde. Die zoete smaak. Ze genoten niet van het gebed. Het was een zware last op hun schouders. En Omar was één van de sahaba die ontzettend bang was voor een nifaq. Ahadul mubashirin bil jannah. Tijdens zijn leven kreeg hij het nieuws dat hij behoort tot mensen van de jannah. Desondanks was hij bang voor een nifaq. Na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam stapte hij naar Hudayfa ibn Yaman, een sahabi die de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn geheimen toevertrouwde. Zoals jullie weten, de profeet sallallahu alayhi wa sallam had geheimen. Hij vertrouwde deze toe aan Hudayfa ibn Yaman, de sahabi Hudayfa. Een van de geheimen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam die hij toevertrouwde aan Hudayfa waren namen van hypocrieten. Ongeveer 300 namen. Deze namen mochten niet bekend worden. Geheimen. Omar, na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, stapt hij persoonlijk naar Hudayfa en zegt hij, Hudayfa, weet jij zeker dat mijn naam er niet tussen staat? La ilaha illallah. Hudayfa, weet jij zeker dat mijn naam niet tussen deze namen van die hypocrieten staat? Omar, die bang is voor nifaq. Omar, voor wie de shaitaan wegliep. Ja, is bang voor nifaq. Is bang om hypocriet te worden. En dat verklaart ook waarom Omar tot zijn laatste moment van zijn leven al-Fajr heeft gebeden. Omdat hij bang was voor nifaq. Als jij bang bent om munafiq te worden, laat je het gebed niet los. En maakt niet uit wat er gebeurt. Waar je ook bent, of je hier bent, in Mekka bent, in Marokko bent, op vakantie bent, tijdens het reizen bent, in het vliegtuig bent, of werk, of school. Je laat het gebed niet los. Je weet, jouw ware leven hangt ervan af. Jouw rust is daarin te vinden. Het gebed vermeerdert jouw risk. Je bent op zoek naar risk ten koste van het gebed. Terwijl het gebed een bron is van een risk. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa'mur ahlaka bis salah, ya Muhammad. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. O Muhammad, beveel jouw familie om te bidden.
En toon geduld daarin. Jij ook, Mohammed, wees een voorbeeld en toon geduld om te bidden, om vast te houden in het gebed. We vragen jou niet om risk. Ga niet werken onder het mom, ik moet risk. Ik moet mijn gezin onderhouden. Ik moet brood op plank hebben ten koste van het gebed. Waarom? Nahnu narzuquk. Wij voorzien jou van de risk, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw risk staat vast. Mag niet ten koste gaan van het gebed. Mag niet. Waarom? Garantie. Risk is gegarandeerd. En daarom zei Hassan al-Basri: Alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghayri, fatma anna qalbi. Ik was ervan bewust dat mijn risk niemand zal afpakken. Niemand is in staat om mijn risk af te pakken. Dat is mijn overtuiging. En daarom was mijn hart rustig. En daarom voelde ik innerlijke rust in mijn hart. Omdat ik deze overtuiging heb dat mijn risk gegarandeerd is. Risk verlicht jouw hart. Vermeerdert jouw risk. Het zorgt voor vreugde, voor rust. Voor baraka, voor zegening. As-salaf zorgt voor zegening. Voor geluk, voor licht. Voor licht. En hier in dit leven, een niet zichtbare licht. Een licht wat je ziet met je hart. Jouw pad, jouw leven wordt verlicht. Ik heb niet over tastbare licht, licht van een lamp. Een licht van het hart. Een licht van het hart. Allah subhanahu wa ta'ala haalt je uit de duisternis en brengt jou naar het licht door het salaf. Is jouw licht. Is jouw licht. Zo horen wij om te gaan met het gebed. Het gebed zoals al-Hassan al-Basri zegt. Hij zegt het gebed was verplicht voor alle profeten. Elke profeet volgens al-Hassan al-Basri was verplicht om te bidden. En dat zegt al iets over de waarde van deze verplichting. De waarde, de grote waarde van deze verplichting. Kan je je voorstellen? Noah. Noah, Ibrahim, Musa, Isa, allemaal hebben gebeden. Ismaël, Ishaq, Jacob, Jozef. Alle profeten hebben gebeden en moesten verplicht bidden. Rust, geluk, het gebed. Isa spreekt uit zijn wieg als baby. Wat zegt hij? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. En hij heeft mij gezegend waar ik dan ook ben. Als baby spreekt Moes Isa. Hij heeft mij, Allah heeft gezegend waar ik dan ook ben. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. En Allah heeft mij bevolen om te bidden en om mijn zakah af te dragen. Zolang ik leef. Zolang ik leef moet ik bidden. En jij ook, beste moslim. In navolging van Isa moet jij bidden zolang jij leeft. Idris, wat kor fil kitab Idris, innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasul an-nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis-salati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Idris kana ya'muru ahlihi bis-sala. Hij beveelt zijn familie om te bidden omdat het gebed het belangrijkste is. Het gebed het belangrijkste is. Wil je risk? Bidden. Wil jij dat jouw kinderen, jouw gezin succesvol wordt in dit leven en in het hiernamaals? Beveel ze om te bidden. Draag ze op om te bidden. Leer ze zuinig te zijn op hun gebed. Word boos als ze niet bidden. Word boos als ze niet op tijd bidden. Wa'amur ahlaka bis-salah. Rabbi, Ibrahim zegt, Rabbi, waj'alni muqima as-salati wa min dhurriyati. O mijn Heer, laat mij behoren tot mensen die het gebed onderhouden, Ibrahim. En ook van mijn nakomelingen die na mij komen. O Allah, maak ze standvastig om het gebed te onderhouden. De waarde van het gebed. Musa, een van de eerste woorden die Musa hoort. Musa is een van de profeten. Is de profeet die Allah subhanahu wa ta'ala rechtstreeks tot hem sprak. En de eerste woorden die Musa hoort rechtstreeks van Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder tussenkomst van Jibril. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. O Musa, waarlijk, ik ben Allah. Er is geen ware God die aanbeden mag worden dan ik, o Musa. Wat daarna? Wa aqimis salata li dhikri. En onderhoud het gebed, o Musa. Meteen na la ilaha illallah komt de salah. Het gebed komt meteen na la ilaha illallah. Zeg jij moslim te zijn zonder het gebed?
meteen na shahada komt het gebed. Het tweede pilaar van het geloof. Wa aqim as-salata. Waarom moeten wij bidden? Waarom moeten wij bidden? Li dhikri o Musa, om mij te gedenken. Om mij te gedenken, o Musa. In het gebed ben je voornamelijk Allah aan het gedenken, van begin tot einde. Een en al. Het gebed is een en al gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Fatiha, gedenken. Surah daarna, gedenken. Ruku', gedenken. Omhoog komen van ruku'. Sami' Allah, alhamdulillah, rabbana, gedenken. Sujud, gedenken. Dus zit, gedenken. Gedenken en na gedenken. Om Allah te gedenken. Dat is de waarde van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En iemand die niet bidt, hoe vaak gedenkt hij Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe vaak reinigt hij zich door middel van wudu? Het gebed. De enige verplichting die niet op aarde is verplicht gesteld. Alle verplichtingen, zover de geleerden weten, zijn op aarde verplicht gesteld. Dat betekent, Jibril moest ertussen komen, tussen Allah en de profeten, om met deze verplichtingen te komen. En de profeet was op aarde, behalve salah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk uitgenodigd bij zich. Waar? Niet de eerste hemel, niet de tweede hemel, niet de derde hemel, niet de vierde, vijfde, zesde, zevende hemel. Niemand van de schepselen is zo dichtbij gekomen bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Tijdens de Isra wal Mi'raj. Zo dichtbij was hij. En boven de zevende hemel, wat is er boven de zevende hemel? Al-ma', water. En wat is er boven water? Al-arsh, de troon van Allah. En wie is boven al-arsh? Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Zo dichtbij was hij. En wat krijgt nu de profeet te horen? En waarom heeft Allah zijn profeet persoonlijk uitgenodigd naar de zevende hemel? Om het gebed verplicht te stellen. En weet jullie hoeveel? 50. 50 heeft Allah verplicht gesteld. 50 per dag moesten wij in het beginsel bidden. Dat betekent dat Allah ontzettend veel van het gebed houdt. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala heel veel van het gebed houdt. Het meest geliefde daad bij Allah na de shahada is het gebed. En daarom de vraag van Abdullah ibn Mas'ud aan de profeet sallallahu alaihi wasallam: "Ma ahabbu al-a'mali ila Allah ya Rasulullah?" Qala as-salatu li waqtiha. Hij vraagt de profeet: "Wat is het meest geliefde daad bij Allah?" Gebed op tijd verrichten. Het meest geliefde bij Allah. Wat daarna? Birr al-walidain. Goed zijn voor de ouders. Wat daarna? Jihadu fi sabilillah, op de derde plaats. Het gebed houdt Allah het meest van. En daarom heeft hij 50 gebeden per dag verplicht gesteld. Maar uiteindelijk zijn deze 50, zoals jullie weten, teruggebracht naar 5. Maar je bidt weliswaar 5, maar je krijgt de beloning van 50 gebeden. Het is alsof je 50 gebeden hebt gewend. Dus de beloning is intact gebleven door Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de waarde van het gebed. Ik vraag me af, hoe komt dat, beste broeders en zusters, dat we laks omgaan met het gebed? Hoe komt dat? Wellicht omdat we geen gevoel hebben, omdat we niet genieten van het gebed, het moet snel. Ik denk, wallahu a'lam, is dat we iets missen tijdens het gebed. Namelijk de essentie van het gebed. Waar het om draait, de kern van het gebed. Datgene wat ervoor zorgt dat je geniet van het gebed, namelijk een khushu'. Zodra al khushu' uitblijft in jouw gebed, zul je niet genieten van het gebed. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala: "Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'ala man illa 'ala al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Wasta'inu, en zoek je de hulp door middel van geduld en door middel van het gebed. Zoek hulp door middel van het gebed onder andere. En daarom Abdullah ibn Mas'ud, toen hij op reis was en hij kreeg te horen dat zijn broer overleden was, wat deed hij? Hij was op zijn rijdier, hij stapte af, hij ging aan de kant, stapte af van zijn rijdier en ging bidden. Lang bidden, met lange ruku', langdurige sujud. En daarna zei hij: "Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in." Waarom? Dit nieuws overkomt Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum. Slecht nieuws. Wil jij geduld? Wil jij ermee omgaan? Wil jij jouw verdriet verlichten? Ga bidden. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En Abdullah ibn Mas'ud bracht dit in de praktijk. En hij zei daarna: "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun." En het is te groot. Met andere woorden, te zwaar. Het salat is te zwaar. Behalve voor wie? Behalve voor de khashi'in. Behalve voor diegenen die een khushu' hebben in hun gebed. En ik ga uitleggen wat een khushu' betekent. Waaraan dient een khushu' te voldoen?
Wanneer ben jij iemand die khashi is tijdens het gebed? En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح, succes in dit leven en in het hiernamaas, het slagen in dit leven en in het hiernamaas hangt af onder andere van de khushu'. En de eerste kenmerk die Allah noemt van deze personen, van mu'minun, de gelovigen die wil slagen, is omdat ze de khushu' hebben in hun gebed. Het is niet zomaar iets. Het is de essentie van het gebed. Het is de smaak, de zoete smaak van het gebed, de khushu'. En daarom, als de khushu' ontbreekt, ga je laks om het gebed. Dan ga je met tegenzin bidden. Omdat jij ziet dat als een berg die rust op jouw schouders, je wil zo snel mogelijk daarvan af. Al-Ghushu', ik heb niemand tot nu toe, zover mijn kennis, en mijn kennis is zover ik weet, heb ik niemand Al-Ghushu' zo mooi zien en horen uitleggen dan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Hoe hij Al-Ghushu' heeft uitgelegd is voor mij onvoorstelbaar. Hoe hij erop is gekomen, op dit uitleg. Zoals jullie weten, de Koran, als je één woord tegenkomt waarvan je de betekenis niet weet, waarvan je de uitleg niet weet, wat moet je doen? Op zoek naar uitleg. Wat is de eerste stap? Hoe gaan de mufassirin ermee om met deze woorden? Ze gaan op zoek naar uitleg. Eerste stap, de Koran zelf. Dat is de eerste stap. De Koran, yufassiru al Koran. Al Koran, yufassiru al Koran. Want hier, in deze plaats, heb je een woord. Ergens anders in de Koran vind je de uitleg daarvan. Dat is de eerste stap. En zo gaan de geleerden om met deze woorden. Voordat ze gaan naar de Arabische taal en de betekenis daarvan. Eerst hoe Allah het zelf heeft uitgelegd. Wat zijn de woorden van Allah? En dat is, subhanallah, de werkwijze van Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah met zulke woorden. Hij zoekt eerst het uitleg in de Koran. En dat geldt nu ook voor dit woord, al-Ghashi'un. Illa al-Ghashi'un. Hij zegt, Ghashi'un, oké. Waar ergens anders in de Koran kan ik dit woord tegenkomen, Ghashi'. Hij komt het volgende vers tegen. Wa min ayatihi an tara al-arda khashi'atan. Hij komt het woordje Ghashi'. Hou het vast. Wat daarna? Wa idha anzalna 'alayha al-ma'a. Wat gebeurt met de aarde? Ihtazzat wa rabat. Hou het woordje Ghashi'. Hoe is nu voordat het regent? Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ik ga het eerst vertalen. En het behoort tot zijn tekenen, tot de tekenen van Allah. Is dat jij de aarde ziet terwijl het Ghashi'a is. Ik laat het zo, ik ga het niet uitleggen, niet vertalen. Terwijl je ziet dat de aarde Ghashi'a is. Maar Allah zegt verder, وَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. En als we water, dus regenwater, op haar doen neerdalen, wat gebeurt er daarna? Met de aarde komt de aarde tot beweging en zwelt op. Twee kenmerken. Na het regenen. Wat was de aarde voor het regenen? Ghashi'a. En nu is de vraag. Na regenen is de aarde gaan bewegen. Hoe was het dan voor regenen? De aarde komt tot beweging na regen. Maar wat was de aarde voor regen? Als het nu tot de beweging komt, stil. De aarde was stil, was rustig. Dat is kenmerk nummer 1 van Ghushu'. Omdat Allah zegt, Ghashi'a, ken het Ghashi'a, het was Ghashi'a. En nu, ihtazzat, na water, na regen, ihtazzat, kwam tot beweging. Dat betekent, voor het regende, was het rustig, stil. Dat is kenmerk nummer 1 van Ghushu'. En wat gebeurt er nog meer met aarde? Rabat. Wat is rabat? Zwelt op. De aarde zwelt op. Dus met dekken. Voor regen. Hoe was aarde voor regen? Laag. Nederig. Verlaagd. Nederig. Kenmerk nummer 2 van Ghushu'. In op basis van dit vers zegt Ibn Taymiyyah. El Ghushu' moet voldoen aan rust en aan nederigheid. Wil jij Ghushu' proeven? Wees rustig in jouw gebed. En wees nederig. Zo, rustig. Geen onnodige bewegingen maken. Geen onnodige bewegingen maken. Zelfs onderweg naar de moskee om te bidden, rust bewaren. Rust bewaren. En ik ga je nu uitleggen hoe de profeet sallallahu alaihi wa sallam ons heeft geleerd hoe wij naar de moskee moeten lopen. Uiteindelijk allemaal ten bate van die ghushu'. Allemaal om die ghushu' te bewaken. Om zuinig te zijn op de ghushu'. Rust, 1. En ook
overal kijken. En daarom is het tijdens het gebed verboden om naar boven te kijken. Is in strijd met nederigheid. Nederig. Waarom nederig? Omdat jij tegenover jouw Heer staat. Het is een heimelijk gesprek wat jij aan het voeren bent met jouw Heer. Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat. Het is munajat, een heimelijk gesprek met jouw Heer. Je staat tegenover jouw Heer. En daarom, onze vrome voorgangers, hun gezichten trokken helemaal wit als zij moesten bidden. Als zij moesten bidden, trokken hun gezicht om. En als ze daarna gevraagd werden, zeiden ze, wij hebben zometeen afspraak met onze Heer. En daarom moet je nederig zijn tijdens het gebed. En daarom hoor je nederig te zijn en rustig te zijn tijdens het gebed. Wallahi, sommige mensen hebben jeuk alleen maar tijdens het gebed. Jeuken, alleen tijdens het gebed. Hun kraag goed zitten, alleen tijdens het gebed. Hun mouwen opstropen, alleen tijdens het gebed. Hun kleding netjes, tijdens het gebed. En hij komt pas erachter dat hij een vlek op zijn kleren heeft, alleen tijdens het gebed. Zelfs de meest verborgen plaats komt hij erachter dat hij een vlek heeft. Wanneer? Tijdens het gebed. Vakantieplannen? Tijdens het gebed. Trouwplannen? Tijdens het gebed. Bedrijfsplannen? Tijdens het gebed. Studeren? Dat wordt tijdens het gebed. Agenda? Openslaan? Tijdens het gebed. Wallahi. En het is van de shaitan. Dit is van de shaitan. Waarom? Shaitan zijn doel is jou verstoren. Is jou afleiden van het gebed. Dat is een taak. En daarom zegt de profeet, als het adhan is, wat doet de shaitan? Trekt zich terug. Hij vlucht als het adhan is. En als het adhan klaar was, de shaitan, blijft hij daar. Hij komt terug. Hij komt terug om in te fluisteren. En als het iqama is, gaat hij weer vluchten. Wa idha qudiyat tathwib, zegt de profeet, als de iqama voorbij is, klaar is, komt hij weer terug. Hij laat je niet met rust. Hij laat je echt niet met rust. Hij komt terug. Sahih Muslim of Sahih Bukhari, deze hadith. Dus authentiek. Komt hij terug? Wat zegt God? Ya'ti baynahu, yakhlusu baynahu wa bayna nafsihi, zegt de profeet. Hij komt tussen jou en jouw hart. Dat is de plaats van de shaitan. Wat zegt hij? Hij zegt, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. De shaitan zegt tegen jou, denk hier aan en denk nog hier aan. Hij herinnert je, hij helpt je herinneren. Denk nog, je hebt nog plannen. Oh, je hebt nog een afspraak straks. Oh, je moet nog dit bedenken. Oh, je moet nog dit uit je hoofd leren. Oh, weet je nog, oh, je vakantie, even dit kopen nog bij Action. Wallah, shaitan. En wij ervaren dat allemaal. En wij hebben daar allemaal last van. Allemaal last van. De beste plannen hebben we tijdens het gebed. Beste plannen. Meest geniale ideeën ontstaan tijdens het gebed. Wie helpt jou? Shaitan. Wat is het doel van shaitan? Huh? Denk je dat shaitan jouw agenda bijhoudt? Shaitan zijn doel is jou verstoren. Jou afleiden, dat is zijn doel. Zodat jij bidt en klaar bent en je niks herinnert van het gebed. En dat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Totdat de persoon klaar is met het gebed, hij herinnert zich vervolgens niets van het gebed. Welke surah heb je gebeden? Allahu alam. Welke surah heeft de imam gerecht? Weet ik niet. Khushu' weg. Het doel van de shaitan. Het doel van de shaitan. En daarom is de khushu' het belangrijkste tijdens het gebed. Daarom zul je genieten. Als je khushu' hebt, geniet. Rust. En subhanallah, zoals de geleerden zeggen, er zijn meer dan 600 overleveringen. Een hadith met betrekking tot het gebed. Dus regelgeving. Ja, een hadith met betrekking tot de regelgeving van het gebed. Meer dan 600 hadith. Dat zegt al iets over de waarde van deze verplichting. En ze zeggen, de meeste hadith hebben betrekking op de khushu'. Op een khushu' van de salah. De vraag is, als wij de moskee gaan bouwen, waar dienen wij rekening mee te houden? Al-Qibla, wat nog meer? Moskee, niet versieren. Figuurtjes, niet versieren. Waarom? Leid je af van het gebed. En daarom heeft het afgekeurd. Hij heeft afgekeurd om de moskee zodanig te versieren dat het jou afleidt en jouw aandacht trekt tijdens het gebed. En helemaal recht in de Qibla. Niet versieren, dat is één. Twee, thuis, bij jou thuis, heb jij alle vrijheid om je huis zo danig in te richten zoals je wil? Nee, je moet rekening houden met jouw salah. Want je bidt ook thuis. Gordijn bijvoorbeeld, gordijn, in de plaats waar jij bidt, mag gordijn jou niet afleiden, jouw aandacht niet trekken. Dus dat betekent geen figuren. Ja, of versieringen op een gordijn die jou zouden afleiden. De profeet sallallahu alaihi wasallam komt huis van Aisha binnen en zag een gordijn met figuurtjes en versieringen. Hij zei, ja Aisha, haal het weg.
Subhanallah. Een hele gordijn weghalen. Een hele inrichting van je huis, meubels van je huis veranderen. Omwille van het gebed, omwille van khushu'. Zo belangrijk is het khushu'. Gordijn weghalen, Aisha. Nog iets. De profeet sallallahu alaihi wasallam krijgt een kledingstuk krijgt hij cadeau. Van Abu Jahm, een sahabi Abu Jahm. Al-Khamisa heet het, Arabisch Khamisa. Al-Khamisa is een kledingstuk met strepen, opvallende strepen. Op een dag, hij trok het aan en hij bad daarmee, sallallahu alaihi wasallam. Terwijl hij aan het bidden was, keek hij naar die strepen. Toen hij klaar was, heeft hij die kledingstuk uitgetrokken en zei hij, Al-Hatni an Salati. Hij zei, deze kledingstuk, het gewaad, heeft mij afgeleid tijdens mijn gebed, uitgetrokken en vroeg zijn sahaba om deze terug te brengen aan Abu Jahm en hem te vragen om een andere kledingstuk die niet opvallend is. Subhanallah, hij verandert en brengt eigenlijk, hij brengt nu Abu Jahm enigszins in verlegenheid. Zelfs dat, ja, had de profeet het voor over omwille van zijn gebed, omwille van zijn khushu'. Hij zegt, het heeft mij afgeleid. Wie is hier afgeleid? Niet jij, niet ik. De profeet sallallahu alaihi wasallam. Zelfs hij is afgeleid door een kledingstuk. Hij heeft het uitgedaan, uitgetrokken na salah. En zij brengen terug en geef mij iets wat mij niet afleidt. We zijn nog op jouw khushu'. We zijn nog op jouw khushu'. Alles wat jou afleidt, zeggen de geleden, is afgekeurd, makroeg tijdens het gebed. Waarom? Het brengt je, houdt je af van het essentie van de zoetheid van het gebed. Eten. Het is etenstijd. En jij hebt honger. En het is tijd om te bidden. Waar ga je mee beginnen? Het eten is opgediend, hè, voor duidelijk. Het eten ligt op tafel. Jij hebt honger, dus dat betekent, je moet eten. Je hebt honger. Dat is de voorwaarde. Oké, waar begin je mee? Met salah of met eten? Met eten, zegt de profeet. Waarom eten? Eten voor salah? Ja, eten voor... Waarom? Waarom? Waarom eten we? Waarom moeten we eten? Voor salah. Waarom? Zodat jij niet tijdens het gebed aan eten denkt. Hoe ga je bidden terwijl eten op tafel is? En je snakt naar eten. En je lust eten. En je ruikt dat eten. Wat voor khushu' hou je nog over? En daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, eten. Voorwaarden. Eten is opgediend en je hebt honger. Dat zijn de voorwaarden. Eten is opgediend. Het is niet aan het koken. Het is nog niet klaar. Of je hebt geen honger. Je moet honger hebben en het moet opgediend zijn, op tafel klaar en het is tijd voor het gebed. Begin met eten, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Makro, afgekeurd om eerst te beginnen met salah. Eerst eten. Waarom? Ja, subhanallah, waarom? Waarom? Omwille van khushu'. Om de khushu' te bewaren. Je bent begonnen met salah. Je zit in salah, in het gebed. En je moet zo nodig. Sommigen die gaan inhouden. Waarom? Hij denkt, ja, het is toch zonde om nu uit te stappen uit het gebed, gezamenlijk gebed, mis ik die beloning. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? In dat geval is makroeh afgekeurd om door te gaan terwijl je behoeftes inhoudt. Dus wat is beter om te doen? Wat is beter om te doen? Om het uit het gebed te stappen en je behoeftes te gaan doen en niet inhouden. Ook een missie de jama'a. Waarom? Waarom? Kan jij je khushu' nog hebben terwijl je inhoudt? Huh? Je bent alleen maar bezig, je aandacht bij alleen maar bezig met inhouden, met jouw behoeftes. Je weet hoe dat gaat. Ik hoef niet te vertellen hoe dat gaat. Het gaat ten koste van khushu'. Daarom, beter afstappen van het gebed en je behoeftes doen. Niet inhouden. Nog een keer. Als het warm is en het is heet. Temperatuur, het weer is echt warm. En het is door. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. Als het weer heet wordt, dat de sahaba daar last van zouden ondervinden. Wat zegt de professor? Wacht met het bidden van door, totdat het weer koeler wordt. Subhanallah, wat is aanbevolen met bidden? Is dat je zo snel mogelijk bidt naar adhan. Dat is aanbevolen. Het is aanbevolen om het gebed bij haar begintijd te bidden. Dat is aanbevolen, mustahab. Maar de professor sallama is bereid om daarvan af te wijken wat beter is. Waarom? Omdat door de hitte wordt je afgeleid. Je wordt afgeleid door de hitte. Je bent alleen bezig met zweet en dergelijke. Het is lastig. En dat is destijds. Er is geen airco en verkoeling en dergelijke. Dat was er niet. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt. En als het weer heet wordt. Het intens heet wordt. Abridu bis salah. Met andere woorden. Stel het gebed door het gebed uit. Totdat het weer koeler wordt. Waarom? 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 Waarom uitstellen? Waarom uitstellen? Omwille van khushu'. Zodat jij in alle rust. En die verkoeling gaat bidden. Alhamdulillah, dat is niet van toepassing. Dat is, Sheikh Abdullah ibn Jibrin zegt, dat is in deze tijd niet van toepassing. Namelijk, alhamdulillah, de moskeeën zijn voorzien van
van airco's. Dus bid gewoon op tijd. Maar stel dat je ergens in een woestijn, je weet maar nooit, ergens en het is heet door. En je hebt er last van. Volgens de profeet sallallahu alaihi wasallam, stel de door uit totdat het koeler wordt. Waarom? Allemaal omwille van jou? Van jouw khushu'. Lopen naar de moskee. Al-iqama. En je weet, het is al-iqama. Na 10 minuten meestal al-iqama. En je, wat doen wij? Wat doen wij? Haasten. Hoe kom je aan als je hebt gehaast naar de moskee? Om de eerste rak'at te halen. Wat gebeurt er als je snel naar de moskee bent gelopen? Hoe kom je aan? Hijgen. Als je hijgt, heb je geen khushu'. En daarom de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, kom niet naar het gebed terwijl jullie eigenlijk jullie haasten. Niet haasten. Loop rustig. Kom naar het gebed in de staat van rust en kalmte. In alle rust. En daarom zei ik net, in alle rust lopen naar de moskee. Zelfs geen ruzie onderweg maken. Waarom lopen naar de moskee? Is zelf ibadah. Terwijl je loopt, je bent in ibadah. Bewaar de rust. Probeer ook zo veel mogelijk niet te bellen. Waarom? Je bent in ibadah. Je bent onderweg naar de moskee. Rust bewaren. Niet te veel praten. Ga denken Allah subhanahu wa ta'ala. Lees de Koran. Ga denken van Allah. Je bent in ibadah. Naar de moskee. Loop naar de moskee. Ibadah. En daarom zegt de profeet. Kom naar de moskee in rust. Niet rust betekent niet alleen niet praten of niet haasten. Betekent ook innerlijke rust. Kom die innerlijke rust naar de moskee. Rustig lopen, rustig, niet te veel praten, niet gaan ruzieën. Loop rustig naar de moskee. En uiteindelijk heb jij niet alleen de last van als jij je gaat haasten, maar ook, bijvoorbeeld wij in Den Haag, hebben we trap. En mensen die zich haasten, wat doen ze? Ze lopen zo hard de trap op, dat ze, subhanallah, de mensen die aan het bidden verstoren. Door dat geluid, de trap op. Omdat ze zich haasten. Ze denken dat ze iets goeds doen. Ja, ik haast me in dit geval niet haasten, zegt de profeet. Waarom dit allemaal? Waarom dit? Omwille van khushu'. Allemaal om khushu'. En subhanallah, alles gaat om khushu'. En daarom, wallahi, als wij zouden investeren in khushu'. Wallahi, dan zouden ze nog meer onze gebeden waarderen. Nog meer vasthouden aan onze gebeden. En dan zouden we nog meer genieten van het gebed. Maar wat is een khushu' in de praktijk? Al-Ghushu' in de praktijk is de salaf van Abdullah ibn Zubair. Hij was al-Ghushu' zelf eigenlijk. Zoals de mensen die hem zagen bidden. Hij zegt, Thabit al-Bannani, een van de tabi'in. Hij zegt, als ik voorbij liep en ik zag Abdullah ibn Zubair achter maqam Ibrahim bidden. Dan leek hij op een opgezette houten plank die niet bewoog. Hij leek tijdens het gebed op een opgezette houten plank die absoluut niet bewoog. Kalm, dat is de rust die wij nodig hebben. Alsof hij een plank is die niet bewoog. Dat is de khushu'. En de vraag is, van wie heeft Zubair ibn Zubair zijn gebed geleerd? Ibn Zubair heeft zijn gebed geleerd van Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. En Abu Bakr, van wie heeft hij zijn gebed geleerd? Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus zo heeft de profeet ook gebeden. Net als een houten plank. En Abdullah ibn Marak zegt. Ik liep en ik zag Abdullah ibn Zubair bidden. Ka'annahu oudun min al-khushu'. Hij leek tijdens gebed op een tak van de boom. Vanwege al-khushu' en rust. Een tak die niet beweegt. Abdullah ibn Zubair heeft zijn gebed van Abu Bakr. Abu Bakr heeft zijn gebed geleerd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar wie heeft het gebed overgenomen van Abdullah ibn Zubair? Ata. Ata, zijn gebed leek precies op die van Abdullah ibn Zubair. En wie heeft van Ata geleerd? Ibn Jurayj. Ibn Jurayj heeft zijn gebed geleerd van Ata. En wie heeft van Ata, van Ibn Jurayj geleerd? Abd al-Razzaq, die een Musannaf, hele Musannaf heeft, een boek, bekende boek, een Musannaf. En deze hele reeks heeft Imam Ahmed overgeleverd. Hij heeft gezegd, Imam Ahmed, Abd al-Razzaq heeft zijn gebed overgenomen van Ibn Jurayj. Ibn Jurayj heeft zijn gebed overgenomen van Ata. Ata heeft zijn gebed overgenomen van Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair heeft zijn gebed overgenomen van Abu Bakr. En Abu Bakr heeft zijn gebed overgenomen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Een hele reeks van al-Ghushu'. En daarom, we zouden blij zijn als we geleerden zouden tegenkomen.
en zien hoe hij bidt. Want de geleerden zijn degene die het meeste kennis hebben en die het gebed van de profeet sallallahu alaihi wasallam ook het beste tot uitvoer brengen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala tot slot om ons te leiden in het gebed. Allahumma hadina lis salah. Allahumma thabbitna ala salah. Allahumma a'inna ala salah ya rab. Allahumma a'inna ala salah hatta nalqak. اللهم اهدي شبابنا للصلاة اللهم اهدي شبابنا وشاباتنا للصلاة اللهم اهدي قلبهم اللهم اهدي قلبهم جميعا للصلاة أما اللهم حبب الصلاة لشبابنا اللهم حبب الصلاة لشبابنا وأمتنا حتى نلقاك يا رب ونحن نصلي اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار